Bij 132 jaar Javaanse immigratie worden de voorouders geëerd die hun haven en goed hebben achtergelaten in Indonesië om een bestaan op te bouwen in Suriname. Javanen moeten blijven herdenken waarom hun voorouders deze keus hebben gemaakt. Elwin Atmodimejo, voorzitter van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, zegt dat de Javaanse voorouders deze keus hebben gemaakt opdat hun nageslacht vandaag aan de dag een beter bestaan kunnen hebben. Atmodimejo wijst erop dat deze keus niet in alle gevallen vrijwillig is geweest en dat ze moesten leven onder zeer erbarmelijke situaties. We willen onze voorouders bedanken voor de normen en waarden de Javaanse kunst en cultuur die ze hebben overgebracht aan ons. Maar bijvoorbeeld ook de culinaire kunst. U allen bekend als u een bami en een nasi en een lumpia gaat halen. Maar ook de arbeidsethos. De saamhorigheid. Aan ons geleerd om die verder uit te bouwen en te behouden. 3. Het is altijd goed. Het is altijd goed om te weten waar we vandaan komen, om te weten waar we naartoe gaan. Ik rijd vaak tegenwoordig met een GPS, ook in Suriname. Want sommige straten hebben bijna geen straatnaambord meer. Maar dan moet ik altijd intypen van waaruit ik vertrek, om te weten waar ik naartoe ga. Zo ook met ons. Je kompas of je GPS goed instellen, zodat je met de normen en waarden die je zijn aangeleerd verder een bijdrage kan leveren in dit leven, maar ook aan de opbouw van Suriname. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die president Chandrika Prasad Santokhi vertegenwoordigde, haalde aan dat Javanen het goed doen in de Surinaamse gemeenschap. Haast in elke sector zijn ze te vinden. Ze benadrukte dat de Javanen na 132 jaar Javaanse immigratie niet meer weg te denken zijn. De Warung bijvoorbeeld is niet meer weg te denken. Evenals de Kotoroyong gedachte waarmee met gezamenlijke krachten en gemeenschappelijk doel wordt bereikt. Cultuur en identiteit spelen hierin een belangrijke rol. Ik nodig uw organisatie uit om samen met u na te gaan hoe we in het kader van de ontwikkeling van ons cultuurbeleid ondersteuning kunnen bieden voor cultuurbehoud en verdere ontwikkeling voor de Javaanse kunst en cultuur in ons land als onderdeel van de natievorming. En in navolging van tradities is het van bijzonder belang dat de herdenking van de immigratie een moment moet zijn van dankbaarheid naar onze voorouders, uw voorouders, en ook een perspectief moet zijn naar de toekomst voor ons en uw kinderen. Levens feliciteerde de Javaanse gemeenschap namens de president met 132 jaar Javaanse immigratie. Ze is ervan overtuigd dat de Javanen een bijdrage zullen blijven leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname.